De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, de FITS, heeft gisteren een eerste officiële ontmoeting gehad met leden van de Nationale Assemblée. Partijen hebben hierbij informatie uitgewisseld over het oplossen van de grondrechten van het grondrechtenvraagstuk van de inheemsen en de Marrons in Suriname. Zowel de FITS als het parlement vinden het belangrijk dat er een structurele oplossing komt voor dit vraagstuk. FITS-voorzitter Leslie Artist is tevreden met deze eerste formatiesessie. Hij legt uit dat zijn organisatie voor deze kwestie tot nu toe heel veel voorbereidend werk heeft verricht. Volgens hem is de vereniging bereid om samen te werken aan een goede oplossing. Wij kunnen in principe niks doen. Wij zijn een traditionele organisatie en geen regering. De willing moet vanuit de kant komen van de regering. Dat gevoel hadden wij een aantal jaren niet, maar nu zien we dat de regering wel willing is om te komen tot een oplossing. En zeker met het instellen van een presidentiële commissie, waarbij ook vertegenwoordigers van de FITS ook in zitting hebben, zien we dat de regering willing is om door middel van dialoog en ook door middel van samenwerken te komen tot de oplossing. Dus dat appreciëren wij van de FITS helemaal. Het stemt positief. En we grijpen deze momenten om gezamenlijk te komen tot de oplossing. Ook assembleelid Jennifer Vreedzaam was na de ontmoeting met de inheemse organisatie positief gestemd. De volksvertegenwoordiger laat weten dat er vanuit het parlement hard wordt gewerkt om alvast de gebieden van de inheemsen en de Marrons te beschermen. Het historisch recht is daar, het ligt daar, maar hoe moet dat passen in het hele staatsbestel en de inrichting van ons land? En ik denk dat wij als DNA dan van dat oogpunt uit dan moeten gaan kijken hoe dat inderdaad past in onze wetgeving en in onze grondwet en wat de grondwet daarover zegt. En hoe wij dan de verschillende wetgevingsproducten kunnen aanpassen of versterken of nieuwe wetgevingsproducten moeten maken om te komen tot inderdaad die aspiratie die zij hebben als inheemse en Marrons. En dan naar die zaken kijken we en wij willen dan beginnen met het initiatiefwet om de gebieden te beschermen. Omdat u weet, er is een heleboel uitgifte van grond in de verschillende gebieden. En elke keer is dat een conflict situatie met de regering. Dus wij zeggen van laten we beginnen als eerst om de gebieden te beschermen. Niet te erkennen, maar te beschermen. Zodat in ieder geval een beetje rust is. En van daaruit dan verder gaan in dialoog en te kijken hoe de bestuurlijke rechten te erkennen en dan verder de grondgebieden te erkennen en kijken dan gefaseerd hoe dan verder te gaan met de ontwikkeling van die gebieden. Assembleelid Jennifer Vreedzaam over het grondrechtenvraagstuk van inheemsen en Marrons. Het parlement wil samen met deze groeperingen werken aan een structurele oplossing van deze slepende grondenrechtenproblematiek. In dit kader heeft de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden, FITS, gisteren een informatiesessie gehouden met leden van de DNA.